kennen het allemaal wel. Truth or Dare. Oeh. Een van de oudste challenges die er maar eigenlijk bestaan. Hij is leuk. Hij is leuk. Je mag zo meteen kiezen. We gaan gewoon, iedereen gaat, komt aan de beurt. Ja. En dan vraag ik je Truth or Dare. En dan mag je kiezen. En als je zegt van, ik wil niet antwoorden. Dan gaat het, ga je naar de Dare of naar de Truth. Dan slaat hij over. Maar dan wordt het wel een moeilijke. Wordt het een moeilijke. Ja. Zullen we bij Jay beginnen? Ja. Alright, Jay, Truth or Dare. Waarheid of durven? Ja, laten we dan de waarheid maar even nemen. De waarheid, oké. Joes, kom maar in. We gaan gelijk een moeilijke doen volgens mij. Even kijken. Ja. Wat is het meeste dat je voor een optreden betaald hebt gekregen? Dat moet ik gewoon echt vertellen? Ja. Ja, of je mag der doen, maar dit... Ja. Dit is makkelijker, denk ik. Gewoon ooit, hè? Misschien is het 10 jaar geleden, misschien is het 2 jaar geleden. Wil misschien... ik echt gaan zeggen? Vorige week. 15.000 ex BTW. Oeh. Hoe lang? Half uurtje? Dat ga ik niet zeggen. Netjes. Oké, lekker man. Weten, sommige dat mensen geen waar of wat. Hoeveel, lekker man. Dat is goed, lekker man. Ja, zeker. Waarom zeker. Moest ik dit nou vertellen? Oké, Lee. Truth or dare? Truth. Oh, oké. Okay. Kies je eentje maar. Hoeveel kostte je borsten? Ik denk dat toen... 3000 geweest? Per nee, dat is één operatie, dus dan krijg je ze alle twee gelukkig. Nice. En dan krijg je alleen die, kiezen, links en rechts, welke en, wil je? Moet je daar dan nog later wat aan doen ofzo? Dus voor altijd, de rest van je leven is dat cool? Het is wel zo dat je na 10 jaar best even een check-up laat doen, maar normaal gaat het echt wel. Nice. €3000. Ja. Lekker. Oké. Signora Ziscala, Truth or Dare? Waarheid ook, man. Waarheid? Ja. Wat is het meeste dat je voor een wedstrijd betaald hebt gekregen? Ik heb binnen 20 seconden €10.000 gekregen. Kijk. 20 Kijk. Seconden? Ja, 20 man. Seconden. Nou, ik moest wel wat langer zingen hoor. Ja. Ja, 20 seconden, oké. Okay. Ja, zullen we nog één rondje doen? Ik heb nog tijd. Of moeten we door? Ik vind het echt leuk. Der, we willen een der ergens. Oké, wie van jullie wil een der doen? Ja, ja Jay. Okay. Ontvang een low kick van Aziz Kala. Broer, je hebt gehoord wat zijn low kick per 10 seconden kan kosten. Hey, hij kan zich inhouden, maar durf je dat? Ik zou het op zich wel durven. Oké, let's go man, laten we doen. Ik zou het op zich wel durven. Oké, jullie mogen allebei opstaan. Oké, doe alsof dit... Met welk dit ben is jij haar, ik moet hem gewoon nemen, broer. Yeah. Oké. Kijk. Hij wil die 20 seconden, 2000... Broer, die man heeft Ramadan, hij is barmhartig. Laat die man met rust. Laat die man met rust. Hé, broer. Laat dan. Oké. Lee, wil jij ook nog een der doen? Nee. Durf je het niet? Jij hebt geen low kick, die is al uitgedeeld. Ja, je weet hoe ik hier naar buiten ga dan. Nee, deze is heel onschuldig. Nou, ik ga hem door laten gaan. Oké. Ga twerken. Nee, ik ga hem door laten gaan, zei ik. Ga twerken. Ik kan totaal niet twerken, dus... Kan je twerken? Jawel. Oké. We hebben in ieder geval vertrouwen. Oké, dat is goed. Maar goed, ik snap het. Ik vind dat het wel aardig is gelukt. Jullie hebben wel echt gewoon een antwoord gegeven. Ik had niet verwacht dat jullie gewoon zouden zeggen. Jij ook, ja. Dankjewel.